Deze keer ga ik het hebben over lashervattingen bij maglassen. Welkom bij Harry de Ferryman. Vind je dit soort filmpjes nou leuk? Duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. Belletje aan klikken. Blijf je op de hoogte als ik iets nieuws upload. En nu gaan we verder met de lashervattingen. Met elektroden las je die kant op. En als je dan stopt, dan kun je hem ook zo weer starten. En dat je net een lashervatting hebt. Met maglassen las je meestal stekend. Als je dan die kant op last, want dan is de lasrichting die kant op als je rechts bent. Als je links bent, die kant op. Als je dan die kant op last en je stopt en je moet hier weer beginnen, dat is lastig. Dan kun je beter andersom beginnen. Als je weet dat je zo'n lange lengte moet lassen en dat het niet in één keer gaat, dan kun je gewoon zien, dit kan ik in één keer lassen als het moet. Dit kun je gewoon in één keer, dat is geen probleem. Maar is dit nou 2 meter lang, dan lukt me dat niet in één keer. Ik kan niet meelopen. Er zullen er misschien zijn die dat wel kunnen. Nou, ik kan dat niet. Dus moet je stoppen en moet je de las hervatten. En dan doe ik het zo. Als dit dus 2 meter is en ik moet er helemaal lassen, begin ik hier te lassen en dan las ik het stuk waar ik in één keer kan doen, zonder dat ik hoef te stoppen. Las ik zo en dan ga ik weer een stukje verder zitten en dan las ik er naartoe. Als je dan stopt, krijg je een mooiere lashervatting als dat ik in één keer hier zou beginnen, dat ik moet stoppen op een gegeven moment en dat ik hier weer moet starten en dan weer door moet gaan. Dus het is makkelijker met maglassen om naar de las die je al gelegd hebt naartoe te lassen. Nou ja, hoeveel dat je kunt lassen, daar kun je zelf van achterkomen, zonder dat je moet gaan lopen. Maar het beste is om het gewoon te laten zien. Nou, hier ga ik dus beginnen, een stukje van het eind af. De instellingen van het apparaat zijn 19,5 volt en 130 ampère rond die koers. Dat lasikmeet is 3 mm staal. Dat is het eerste lasje, dat kan er niet zo nauw. Ik maak een klein beetje een draaiende beweging. Maar dan moet je je voorstellen, dat is maar 2 mm of zo dat je op en neer gaat. Er is niet zo heel veel die beweging. Het is maar een klein lasje. Nou, eventjes kijken. Dan gaan we dus een eindje er vandaan beginnen en dan las ik er naartoe. En dan kun je beter zien wanneer je weer op je oude las aankomt. En dan is de stop veel mooier als andersom. Ik las op dezelfde manier. En hier kun je zien dat de oude las eraan komt. Net erop en klaar. Je hebt er dan een warmte in zitten. Je smelt de andere las nog een stukje mee op. En als je begint zo net met elektroden lassen, daar valt niet mee. Dan krijg je allemaal van die rare bulten erop. Hier nog een keertje. Hier komt de oude las aan, net erop en dan stop je. De laatste keer is het plaatje op. Het is gewoon om te oefenen. En je kunt zien, ja, dat was hij al. En nu andersom. Dus ik begin gewoon een stukje te lassen. Ja, dan stoppen we op een gegeven moment. Ja, probeer ik hem op te vullen, maar dat is altijd te veel. En het plaatje is toch weer net afgekoeld dan. Je zult het verschil dadelijk wel zien. Het is echt een verschil en ik heb al van alles geprobeerd, maar het lukt me niet beter. Dus ik doe altijd maar de eerste methode, dan krijg je een beter resultaat in mijn ogen. Ja, ik las gewoon op dezelfde manier als de eerste las.
Daar zit geen verschil in. Alleen hoek. Stop, daar zit een verschil in. En stap natuurlijk. Nou, de laatste keer. Dan is het plaatje ook weer vol. Dan kun je natuurlijk een andere kant nog vol lassen. En zo kun je maar blijven hobbyen. Deze is gelast. Eén kant op, stoppen en dan weer door. Net als wat ik met elektroden zou doen. Met elektroden zou ik ook gewoon lassen, dan stop ik. En dan kun je ervoor weer aanstrijken. Dan ga je naar het kuiltje toe waar je bent gestopt. Vul je op en dan ga je weer door. Met elektroden kun je dat bijna niet zien als je dat doet. Met mag, ja, ziet het er allemaal wat minder uit natuurlijk. Deze heb ik andersom gedaan. Normaal zou ik die kant op lassen, doe ik nu ook, alleen ik ben hier begonnen en dan las ik een stuk en dan begin ik hier weer en dan las ik daar naartoe. Dan kun je de stop beter maken, want dan kun je precies zien wanneer je het opgevuld hebt. En dan ziet hij er gewoon veel netter uit te lassen. Hier ben ik wel heel vaak gestopt op een kort stukje, maar normaal, ja, het houdt een keer op hoe ver je kunt. Of je moet op een stoeltje zitten met wieltjes eronder, dat je mooi mee kunt hobbelen. Maar je ontkomt er niet aan om een keer te stoppen. Dit werkt ook met kokertjes aflassen. Als je kokertje last aan de ene kant, en dan ga je aan die kant weer beginnen en dan las je daar naartoe, dan ziet hij er veel netter uit als andersom. Daar zit toch duidelijk verschil in. Als je nou wil zien hoe ik in mijn kokertjes las, laat het hieronder weten. Dan maak ik daar ook nog een keer een filmpje van. Voor nu wou ik het erbij laten. Ik wil jullie hartstikke bedanken om te kijken. En ik sluit af zoals ik altijd doe. En dat is zoals we in Brabant zeggen. Houdoe!